Mijn naam is Jolanda van Gol, kaderlid bij de FNV Roze, een netwerk van het FNV. LGBTI, dus lesbian, gay, transgender en intersex. En FNV Mondiaal is een onderdeel van FNV en die financiert ons samenwerkingsproject met de Turkse collega's. Het doel is natuurlijk om elkaar te empoweren, om een uitwisseling en een samenwerking te hebben om elkaar te empoweren. Türkiye'de kamu ve özel sektörde çalışan LGBT'lerin sorunları farklılaşıyor. Eğer özel sektördeyseniz herhangi bir korumanız yok ve patronunuz sizi rahatlıkla işten atabiliyor. Kamu çalışanlarıysa herhangi bir sorunla baş etmeye çalıştığınız zaman haklarınızı kullanmak istemiyorsunuz. Yani polise gitmenin kendisi bir sorun haline gelebiliyor. In Turkije worden de mensenrechten niet zo veilig gesteld als in Nederland. Dus het is hard nodig. We zijn vandaag in Amsterdam, waar onze wereldconferentie Freedom at Work wordt gehouden. Georganiseerd door Netwerk Roze FNV. 22 landen aanwezig op dit moment. En ook onze Turkse collega's zijn aanwezig. Bence birkaç tane değeri var. Bunlardan bir tanesi bizim kendi yerelimizde yarattığı etki. Yani Türkiye'de sendikaların içerisinde LGBT haklarının insan hakkı olduğunu... Ik kan in Nederland mezelf zijn. Ik kan trouwen. Ik kan mezelf zijn op het werk. Ik kan mijn kinderen op het schoolplein ophalen. Ze hebben twee mama's. En je hoopt dat dat eigenlijk in alle landen zo kan zijn. Dus ook in Turkije. Solidariteit is het belangrijkste goed volgens mij binnen een vakbond. Hè? Dat je niet als individu voor jezelf opkomt, maar voor elkaar. Daarom ben je aangesloten bij een vakbond. En wij willen niet alleen nationale samenwerking en solidariteit. Solidariteit. Maar we hebben dus ook de internationale samenwerking gezocht met Turkije. Om solidair te zijn met onze roze collega's daar bij de vakbond.